zijn in Spanje, in het plaatsje Carihuela. Ik heb getwijfeld of ik wel een videootje zou maken, want laat eerlijk zijn, ik heb net een YouTube-kanaal gelanceerd met de titel Dirk's Dream Destinations. En echt een dream destination is dit nou ook weer niet. Kijk, het is hier een ijsschot gesmolten of zo. Het is je klimaatverandering verrompeld. Je hebt hier verschillende plekken waar er zo'n palmbomen bij elkaar staan. Het is echt een ongelofelijke klerenherrie hier van alle parkieten die hier zitten. En als het geen parkieten zijn, dan zijn het wel Spaanse families. Want die kakelen je ook de oren van de kop af. Ik hoor jullie al denken, als dit geen dream destination is, waarom ga je er dan naartoe? Nou, dat is heel simpel. Onze beste vriendin Sandra die woont hier. Die hebben we al jaren niet gezien. Dus het werd de hoogste tijd om hier weer eens heen te gaan. Ja, dat plaatsje waar wij zitten is pal aan het strand gelegen. Even een leuke boulevard waar je s'avonds een beetje rond kan struinen. Barst hier ook van de Nederlandse tentjes. Met de exotische namen als de Brabander, het Karrewiel en Hare Majesteit en weet ik veel wat meer. Wat is nou lekkerder op het strand om te doen als je volgende vakantie plant? En die gaat weer naar Thailand. Dus daar hebben we hier lekker de tijd voor genomen. We gaan 25 januari tot 2 maart gaan we daar weer heen. Er is weer veel te doen, januari. Heerlijk.